Richard. Het is toch om te gieren. Richard, bedankt. Wat is dit? Uitvaartorganisatie Dela heeft zonder toestemming vingerafdrukken van overledenen gemaakt en die proberen te verkopen aan nabestaanden. Een kist, een urn, een steen en dan de bloemen er nog bij. Je wil graag toch het beste, maar het is afzetterij. Als de dienst voorbij is, leef je bijna in de goot. Maar bij Dela zijn ze ook nog van het geven na de dood. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Inmiddels bood Dela wel zijn excuses aan, maar ja, te laat. De week is om, het weekend komt eraan. Koop er niks voor natuurlijk. 45-jarige PSV-fan die een verstandelijk beperkte Feyenoord-supporter sloeg, krijgt een geldboete en een gebiedsverbod van 2 jaar. Dan ben je echt een pannenkoek, dan ben je echt een kneus. Ik had al niet veel met hooligans, maar dit is schandaleus. Ik dacht toen ik het las met zo'n helikopterview. Wie is er van die twee verstandelijk nou het allerslechtst aan toe? Eigenlijk, ja, geen idee. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Wel knap, en zo'n gast, en een vlaterslaan. De week is om, het weekend komt eraan. Het lamineerapparaat nog uit, en de frietpan die mag aan. De week is om, het weekend komt eraan. Lekker, het weekend komt eraan. Zeg maar de meester Mark. Ja, ik zie nog niks. Het weekend. Ik hoor hem. Ja, hij moet er toch bijna zijn. Ik hoor hem komen. Ja, ja. 3FM. Partij voor de vrijdag. Ook op NPO 3 Extra. Seconds to Mars en Kings and Queens. Op 3FM. Dus stel, is dit het verkeerde muziekje, Mark? Ja. Ja, precies. Ik schrok. Ja, dat zag je, hè? Ja, ik zag het. Jij ging echt... Ik dacht... Oh. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed. Kun je het even volpraten? Ja. Je bent nu het muziekje aan het zoeken. En het is vrijdagavond. Precies. En we hebben net een cola rum gehad. Leuker. Waar wil je het over hebben dan? Leuker nog. Dit is niet. Ik ben in Disney geweest. Ja, dat is dat leuk? Ik heb het al. Oké. Ik doe er even opnieuw dan die afkondiging, toch? Ja, nee, zeker. Dat is ook van YouTube. Als je nu nog kijkt naar YouTube trouwens, niks aan de hand, want het is pas een paar minuten begonnen. Geen kunst. Vergeet niet te abonneren. Hier knip je? Dit is ook wel op YouTube. Het wordt ook een podcast, toch? Ja, zeker. Hoe werkt dat? Dan haal je de video weg. Ja. En dan hou je audio over. Oh, dat is het eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja. The Seconds to Mars and Kings and Queens. Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. Dit is de bedoeling, hè? Ja. Lekker. De vrijdagavond van 3FM met Partij voor de Vrijdag, Rob van de Radio hier. Tegenover mij het altijd een beetje glimmende gezicht van... Ceremonie meester Mark! Ja, is hard werken ook, zweet. Oh, dat is ook zo. Ja. Pieter is erbij, de bode. Ja, hallo. Hallo. En onderweg ook nog een speciale gast. Ja, moeten we het al zeggen? Nee. Nee? Dat is wat een verrassing, ding. Zo, ik ben net begonnen, ben nu al kapot. Hoezo? Ik heb vanochtend een gastles gegeven. Aan? Voor Serious Request, aan een basisschool. Oh, echt klein... Nee, dat is nog veel erger. Waar waren het maar kleintjes? Groep 5, 6, 7.
Mijn school in Hilversum was wel echt leuk, want het was dichtbij. Maar ik zie jou dat ook wel doen. Ja, ja? Dat dacht jij ik ook. Jij bent toch helemaal niet goed met kinderen, man? Nee, nou, ik heb dus heel lang ben ik scoutingleider geweest. En, ja. Wat is er? Nee, dat zie ik ook. Oh, nee, dan ben je inderdaad wel heel goed met kindjes. Ik zag jouw veters laatst en toen dacht ik, die heeft bij de scouting gezeten. Maar het is wat ze zeggen met koeien en dieren, hè? Niet alle dieren. Alle koeien zijn dieren, maar niet alle dieren zijn koeien. Dus het is niet zo dat als je de scouting hebt gedaan, dat ze dan per definitie goed hun veters kunnen strikken. Precies. Okay. En ik dacht, nou, dat doe ik even met Jorien. Was met Jorien, was leuk. En ik dacht, nou, ik kom daar binnen en zeggen die kinderen, oh, leuk, vertel ons meer, leer ons dingen over de goede doelen. Wat ga je doen? Lopen door het land, 171 kilometer. En dat ze allemaal in actie kunnen komen, 3fm.nl/kominactie. Wij zitten klaar, geef ons informatie, zuig het op als een spons, schrijf het allemaal op, niks aan de hand. Maar, het was vrijdag, dus die kinderen waren helemaal van de wap. Dat was echt, hallo jongens, even rustig. Bah! Dat was niet te doen. Dat was bij deze, het onderwijs. Lekker. Mensen in het onderwijs. Het is een ding. En kinderen handelen deze vak. Zeker. Maar echt. Wacht. Wat doe je? De politie van beneden Leeuw belt. Wat dan? Nee, ja, hij was wel scoutingleider. Nee, dat is helemaal goed. Dat kan echt niet. Koeien en dieren. Oké, fijne avond. Koeien en dieren. Leg het even uit. Koeien en dieren. Ja, doei. Je luistert naar de radio, het is best wel een aparte show. Op vrijdag tot een uur of 10. Laat eruit komt dat ze deze beelden dan hebben. Slow motion in zwart-wit op het 8 uur zondag. Geen grens. Ik ben in de sensie niet per se slecht, mens. Ik heb in de sensie. Ellie Goulding en Sway Lee, nieuw op 3FM en Close to Me. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Inmiddels is ook binnen, dames en heren, de enige echte Face DJ Maarten. Hey! Ja, jij was onze speciale gast. Ik weet niet of je het zelf door had in de auto. Maar kan het nog niet hoor. Stond ik zeker net in te checken toen jij dat zei. Oh, dat zou ook kunnen, ja. En je moet hier tegenwoordig hier inchecken. Ja, klopt. Maar dan krijg je wel een pasje erbij. De uitzending van is vertraagd. Dan sta je in te checken dat je kijkt. Wacht, ik zit een beetje met mijn stoel te kwitten. Dus je met je stoel in de hand? Ja, weet niet. Maar niet is een Australische stoel. Zit niet. Nou, dat is over dit niveau. Nou zit ik weer te hoog. Hop, dan nu! Zit een knopje aan, niet te hard die hoort, dan val je in één keer naar beneden. Ik val naar beneden! Nou, als je niet weet waar het over gaat. Hou het zo! Ja, hou het zo! Kan iemand mijn moeder bellen? Dat ze Maarten. Alsjeblieft zeg. Ja, Maarten heeft ergens een video opgenomen met dat hij dat zegt. Dat heb ik één keer gezien en sinds dat ik Maarten tegenkom, sindsdien. Moet dat even één keer per keer genoemd worden. Dat is het enige. Als je denkt, wat is de interruptietelefoon, kan ik meedoen? Ja, dat kun je doen door te bellen naar 0909-1336. En dan interrupeer je deze uitzending. En dat heeft iemand gedaan, volgens mij. En wat is jouw naam? Jelle, goedenavond. Goedenavond, Jelle. Wat kan ik voor je doen? Ja, weet ik niet. Dat is het hele probleem eigenlijk. Precies. Zit je er lekker? Ik denk, ik ga even interrupten. Precies. Nou, dat is bij deze gebeurd. Waar kom je vandaan en waarom? Ja, en waarom? Ja, precies. Oh, zo. Ja, het heeft altijd een punt te maken, toch? Soms is het gewoon nee, ook... Ja, zoiets. Nou goed, ik kom uit Zalk. Dat is bij Zwolle vlakbij. Net als Klaasien? Ja, ook. Van de... Dat is heel lang dood. Maar dat was mijn oma. Nee, dat was niet mijn oma, maar... Ik zag de kist al eens. We zijn met z'n allen bijeengekomen. Hebben we weer zo'n moment. Afgelopen week ook, het staat op Instagram en op Facebook ook, Rob van Radio.nl.
We spraken Martine en die had ook in één keer zo'n boodschap. Check dat eventjes. We gaan ook even met de bellen, toch? Ja, even checken hoe het is gegaan. Ja, dan ga ik je straks allemaal nog uitleggen. Jelle, kan ik verder nog wat voor je opschrijven? Geen idee. Het enige wat ik wil zeggen is prettig weekend. Nou, dat staat we doen. Prettig weekend! Joe, prettig weekend! Oh god, zat ik net doorheen. Wat zei je? Prettig weekend, zei je. Ja. 0909-1336, met wie spreek ik? Hey, goedenavond, met Joshua. Goedenavond. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik had eigenlijk gezegd dat je niet terug kon bellen, want ik, ik ben eigenlijk een beetje bezig. Oh, wat ben je aan het doen dan? Nou, ik maak zelf een programma nu. Oh, op de radio. Ja, alleen heb ik nu mijn vriend even achter het mengpaneel gezet, dus ik zit nu even veilig. Dus hij appt rustig naar de studio en we hebben hem even teruggebeld, maar... Ja. Waarom heb je dan... Maar wat is het voor programma, Joshua? Ik heb een programma op de lokale radio. Dat begreep ik. En welk radiostation is het? Dat is op de Waddinxveense radiozender. RTW FM is dat. RTW FM. Het nieuws, het dichtstbij, altijd in de buurt. Of wat is de slogan? Ja, of we een slogan hebben? Ja, goede vraag eigenlijk. Je weet toch wel het slogan van je eigen lokale omroep, Joshua? Ja, iets van, wat is het ook alweer? Ons zet je nooit meer uit of zo. Volgens mij was dat het, ja. Ons zet je nooit meer uit. Ons zet je nooit meer uit. Precies. Mooier kan je het niet zeggen. Ja, dat is tegenwoordig ook een hot item. Echt waar, joh? Politiek een gezien. Hot item? Ja, maar laten we het daar nou niet over hebben. Nou, het is vrijdagavond. Er is geen tijd voor politiek, hè? Precies. Welke plaat loopt er nu? Even kijken. Volgens mij Dickie Dex met de zon op. Heeft het een webstream ook, of niet? Als het goed is wel. Ik denk dat we een webstream hebben. Nou, even luisteren. Ik zoek het even op. Kijk. RTW, de lokale... Oh, de slogan van de lokale omroep van Waddinxveen is... De lokale omroep van Waddinxveen! Dat staat eronder! Oh, maar jij gaat dadelijk een presentatie doen, dan, Joshua. Ja, klopt. Ja, ik presenteer het een vriend van mij en die zit nu dus achter de knoppen tot ik weer terug ben. Oh ja. Nou ja, als je dan ook even onze plaat aan kan kondigen, dat is Arctic Monkeys. Kun je plaatje vragen? Laat ik die daarna. En waar joh, de Arctic Monkeys? Ja. Fake Tales, Fake Tales of San Francisco. Wat zei je? Fake Tales of San Francisco. Fake Tales of San Francisco. Ja, die ga ik dadelijk draaien. Of je die dan even aan wil kondigen. Oké, is goed. Want dan hoef ik dat niet te doen. Dan kan ik weer drinken. Ja, is goed. Jou weer werken. Ja, precies. Ik vind het helemaal goed. Oké, en dan als mensen dat dan horen, dan horen ze het dus ook op RTW, de lokale omroep van Waddinxveen. Ja, precies. En jullie zijn nu op de radio, maar dat wist je al, maar ook op 3FM. Ja, we dansen. Toevallig. Dus als je, doe je best. Ik kan het niet zeggen. Iedereen luistert mee, dus misschien is dit wel je ontdekking, dat kan natuurlijk. Oh, mijn landelijke ontdekking, maar joh. Je bent op de radio met je zender, dus kom maar door. Het werd een tijd, hè? Hoe lang duurt die plaat nog? Ik ga even kijken, joh. Ja. Geef me even een momentje. Ja, ik doe even een andere beller ook. Hallo met de radio. Goedenavond. Goedenavond. Met wie spreek ik? Hallo. Met Tigo. 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 Hi. Zeg het maar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik weet het niet te horen. Wat zeg je allemaal, Joshua? Oh, daar gaan ze de zon op. Joshua, wat is er nou allemaal, jongen? We zijn op een andere zender te horen. Oh, echt waar? Ja. Oh, goud. We zitten nu op een andere zender. Oh, helemaal goud. Wat dan? Joshua, wat is er nou allemaal, jongen? We zitten op een andere zender te horen. Ik hoor mezelf. We zitten op 3FM nu. Hey, gezellig. Hallo. Wat? Dus, hoe kan dit dan? Dus de groeten aan Rob Jansen dan maar, blijkbaar. Oké. Nee, de groetjes inderdaad. Ja, maar ik hoor nu echt ook twee dingen achter elkaar. Ja. Ik heb een uitleg nodig. Wacht even, doe jij even de headlines, dan kom ik zo terug. Oké, dat komt zo dus. Oké, anyway, ik had een jingletje. Prapapa. Anyway, Sander, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Jij weet er meer van. Nee, hij zei, wordt gebeld. Je wordt gebeld. Hij zei tegen mij in ieder geval, van de dier al reageert erop. Daardoor werd hij gebeld. Oké, ik heb geen idee. Maar waar ik wel een idee van heb, is de headlines. Hey Sander, we kunnen binnenkort weer lekker gaan schuren. Zo, wat heb ik dat gemist? Nee, wacht, niet wij twee, even voor de duidelijkheid. Die headlines van Waddinxveen ook luisteren. Ik zit er nu in. Komt terug. Een beetje vrienden indrinken en tegen de wind in naar City Life in Reeuwijk. En terwijl je in de rij stond, hoorde die muziek al pompen. Zenuwachtig was je altijd wel een beetje, want je wist nooit of de uitsmijters wel geloofden dat de goldcard in je hand echt van jou was. Maar de plek waar schuren makkelijker was dan een biertje bestellen. Dit alles kunnen we vanaf 15 december elke maand weer herbeleven. Ik hoop wel dat ze de plaat aangekondigen. Want, tussen 2000 en 2012, die kennen het. City Life. Inmiddels is de discotheek gesloten. Ja.
Maar toch hoor je nog regelmatig... Joshua, ben je nog aan de telefoon? Ja, ik ben er nog. Loop naar binnen en zeg even die plaat, we zitten te wachten. Oh, je wacht het voor jou. Ja. De discotheek moest sluiten wegens overlast en slechte bereikbaarheid. Maar het komt terug. Vanaf 15 december wordt So What elke tweede zaterdag van de maand omgetoverd tot onze oude lieveling City Life. Oh. Ik moet iets opzoeken. What's up? Ik moet even wat opzoeken. Nee, je hoeft hem alleen maar aan te kondigen. Dus... Maar wat vind je daarvan, Sander? Ik ging dat vroeger. Het is jeugdsentiment. Ik weet nog dat het op een gegeven moment nog een WoW-festival was. Dat Ja, precies. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja, ik heb iets aan Rob Jansen beloofd. Ik moet nog een plaat aankondigen op 3FM dus. Oh. Moeten we het even doen dan? Oké, ja, wacht heel even hoor. Ja, ja, ja. Nou, dus nu hier op NPO 3FM. Lekkere muziek van de Arctic Monkeys. Dit is Fake Tales of San Francisco. Dankjewel, Joshua. En een prettig weekend. Verder met de headlines. Vrijdagavond, iets na 7. Wat een chaos dit weer. De dag gaat rond weer van de rel. Inception. We zijn begonnen. Laat je lekker linken. Prettig weekend. Op 3FM. Oh, nou wel een prettig weekend, zeg. Prettig weekend. Op 3FM. En wie is dit dan weer? Hallo? Hallo! Met wie? Percy! Percy, prettig weekend! Hier ben ik. Nee, wacht even! Oh. Hey, ja, lachen. Ja, hey, wacht even. Ik heb een vraagje, Rob. Nee, ik ga echt die Arctic Monkeys draaien. Nee, nou... Kan het in 8 seconden? Ik zou graag posten willen en... Nee, daar ben je niet! Hij is er! Daar ben je niet! Zo, iedereen tevreden. Was ook niet echt een vraag, Percy. Nee, wel de langste aankondiging van de Arctic Monkeys ooit, denk ik. Goedemiddag. Hier. En de vertraging is een kwartier. Dankjewel, Edwin. We gaan zo... Hallo, met wie spreek ik? Goedenavond. Partij van de Vrijdag met Rob. Wie ben jij? Ik ben Tigo. Tigo. Oh ja, je kat jou net nog. Ja, alleen ineens ging er een andere uitzending doorheen. Ja, er kwam even iets, een soort Inception-knijter doorheen. Maar wat kan ik voor je doen op deze mooie vrijdagavond? Nou, ik wil eigenlijk weten wat ik vanavond nog zou kunnen doen na mijn podcast opnemen. Na je podcast opnemen? Ja. Want er is natuurlijk ook The Voice en zo op tv, maar ik wil eigenlijk wat anders gaan doen. Nou, breng eens op een thee. Wat zei je? Breng mensen op ideeën? Ja. Voor vanavond. Pronemen. Wat voor? Pornemen. Wat is dat? Een paar biertjes drinken. Ik ben zeg maar 15. Zou ik dat toch doen? Nee, ik bedoel, dat moet je echt niet doen. Nee. Niks onder de 18. Dit programma is ook op NPO 3 Extra, dat is heel hip. We zitten na Club Hub. Ziggo 128 en KPN 76 als je in de auto zit. Ja, maar Partij voor de Vrijdag is toch beter dan Club Hub? Maar je hebt geen auto, hè? Je bent 15 natuurlijk. Ik snap het ook, ja. Tigo, je bent 15, je wilt wat? Misschien moet je dat nummer luisteren waar je in zit. Oké. Okay. Misschien moet je dat nummer waar je in zit de hele tijd op repeat zetten. En welk nummer is dat? Jij toch, Tigo? Ja? Simba! Nossa! Oh nee. Nee, dat is iemand anders, sorry. In mijn hoofd was het. Simba! Maar dat was niet. Oké. Okay. Nou, dan weet ik het niet. Ik zou toch gewoon dat liedje luisteren. Dat zou ik sowieso gewoon voor het idee. Ja. Nee, je bent 15 en wilt wat. Ja, wat doe je als je 15 bent? Neuken. Nee, want niet? Dat is ook pas vanaf 16. Je mag er wel met leeftijdsgenoten. Oh ja. Ik kan alle Lucky 13 afleveringen terug gaan kijken vanavond. Ja, dat kan. Zijn er echt een kutavond. En die zijn online niet beschikbaar, dus dan moet je echt de server in van iemand. Heb je iemand van 15 die wil seksen misschien? Nee, niet aan toe. Of iemand van 14? Dan wordt hij aangekeken. Hij is 15. Ja, nou. Neuk je dan al? Weet ik niet. Oké. Okay. Ik niet hoor. Wat is dit voor gesprek? Als ik op YouTube kijk, wel. Nou, ja, die scene is allemaal heel heftig ding aan het doen. Toch die scouting, hè? Nee. Ja, gewoon lekker blijven luisteren. Ga ik doen. 3FM is bij jou. Ik ook niet lief om dat tegen Tigo te zeggen. Wat? Vieze gek. Nee, je zei tegen Tigo. Ja, oh ja, okay. Ja, dag Tigo, fijn weekend. Zelfde. One folded my middle finger to the Don't fall.
jaren. Oh, en I'm Alive op 3FM. En daarvoor nog Wolf en Switching Gears. En ik heb hem al even voorgesteld, maar of al even benoemd, maar nog niet voorgesteld. In de studio de enige echte, Face DJ Maarten. Nee, daar ben je niet. 50 weken achter. Ja, dit was even. Face DJ Maarten. Ja! Yo! Face DJ Maartens. Foute 50. Ja, ik stiekem bedacht dat we een liedje moeten doen, hè? Want ze zijn op. Nee, we hebben ze alle 50 gehad, hè? Dit was ook, dit was het enige liedje waar ik jouw naam in had. Face DJ Maarten was hier 50 weken lang, iedere vrijdagnacht. Om, jij hebt meer dan 100 singles uit. Ja, inmiddels 103. Het blijft, als je morgen vraagt, is het 106. Ja, en 2 jingles inmiddels. En 2 jingles uit. Hij heeft jingle uitgepakt van het programma van vrijdagnacht. Staat gewoon op Spotify. Is echt waar. Zoek maar op Rob van de Radio. Jij hebt hier 50 weken lang 1 nummer gedaan live. Om te komen tot Face DJ Maartens Foute 50. Klopt, ja. Elke nacht. En het was eigenlijk zo gezellig. Dat, ik dat jij dacht, ik moet vaker komen. Ik moet vaker komen, ja. Nou weet ik, er zijn de meningen over verdeeld. Ja, want het was zo lekker rustig in die studio. Ja. Maar ik vind het gezellig. Nee, het is ook heel gezellig. Ja, leuk dat je bent. Ja, en blijf ook er even bij als je een beetje mee wil. Want het is ook een beetje een café, hè, dit. Het is gezellig. Het 3FM Café. 7:15. En er was ook een goede naam geweest voor dit programma. Ja. Het 3FM Café. Met Rob van Oog. En dan wordt het 0909-1336. Partij voor de Vrijdag met Rob. Goedemiddag. Wel goedemiddag zeggen. Met Vladimir. Alles goed? Wat heb je voor die afstand een goede verbinding? Ja, echt hè? Ja. Ja, ik bel met satelliettelefoon, hè? Precies, ik hoor het. Vanaf dat knalwitte paard van je. Ja, echt hè. Maar ik heb even een paar vraagjes aan je, Rob. Ja, ik schrijf ze even op. Wacht even hoor. Ja. Je mag ze ook gelijk beantwoorden als je wil, hoor. Dat is ook goed. Hoe gaat het met je Harry Potter? Oh, goed. De ja, volgende het is een beetje vraag. Volgende vraag. Hoe gaat het met jou, Harry Potter? Vraag, hè? Nee, ik moet het even. Wordt het in één keer toch wat schunniger? Ja. Nou, maar Harry Potter die staat iedere ochtend gewoon paraat hoor, met zijn bezemsteel. Het is toch om te gieren? Leg het even nou, uit. Ik speel die harde mensen. Oeh. Leg nou, het wordt zo vulgair allemaal. Leg het nou even uit. Het gaat gewoon over een boek. Stupify. Koekoek. Het gaat over een boek. Ja, ik heb een soort Harry Potter plan voor mezelf opgesteld. Omdat ik heel graag het verhaal opnieuw wilde beleven. En toen stuitte ik op een podcast, Binge Mode, waarin ze per 5 hoofdstukken dat boek bespreken. Alle boeken, alle 7 boeken. En de films. En toen dacht ik, ik ga 5 hoofdstukken lezen. Zelf. In het Nederlands, zoals ik het ooit vroeger als kind heb gelezen. Ik heb die boeken ook allemaal nog, stonden allemaal in de kast. Heb ik 1 keer gelezen in de kast gezet, nu weer uitgehaald. 1 hoofdstuk was kwijt, hoor ik. Is die alweer boven water? Nee, 1 boek was kwijt. Boek? Ja, dat stond gewoon bij mijn ouders alsnog in de kast. Okay. En ik lees dus nu 5 hoofdstukken. Dan luister ik de podcast van die 5 hoofdstukken. Dan weer 5 uur totdat het boek uit is. Dan kijk ik de film. Dan mis je gewoon niks. Dan luister ik de podcast die gaat over die film. En dan het volgende boek. En ik ben nu bij boek 3 halverwege. Doe je het nog sneller. Oh, nee. Nou, dat komt omdat ik dus erachter kwam dat ik weinig tijd had om te lezen. Dat duurde heel lang. En toen dacht ik, hey, er zijn ook audioboeken van. Dus nu doe je het audioboek luisteren. Ik zit heel vaak in de auto, een half uur. En die hoofdstukken duren allemaal een half uur. Ja. Luister ik in het Nederlands het audioboek. En dan kan ik zo, boem, die podcast erachteraan lezen. Netjes. Ja, ik zie jou bedenkelijk kijken, Pieter. Nou ja, dat is toch geen lezen? Nee, dat audioboek. Is luisteren. Ja. Dat is een beetje maar het is toch hetzelfde verhaal? Is toch een beetje nep, of is toch hetzelfde verhaal? Maar dan beleef je toch heel anders? Ja, dan zit er iemand voor te lezen. Zegt, ja, anders heb je een stem in je hoofd die het voorleest. Ja, dat is waar. Ja. Dat is toch anders? Ja, maar ik dacht, anders duurt het 17 jaar, dit project. Ik vind het toch vals spelen. Ja, misschien. Heb je dan ook wel eens dat je naar de audioboek luistert... en dat je dan eigenlijk in de auto zit en helemaal afgeleid wordt door de weg... dat je eigenlijk al niet eens meer luistert? Goeie vraag. Mag ik de vraag nog 1 keer horen? Nou, heb je zo, kijk, je luistert nu de audioboeken natuurlijk, dat is super handig in de auto. Ja. Maar heb je niet zo dat als je helemaal gefocust bent op de weg, dat je op een gegeven moment eigenlijk een beetje wegdroomt op de weg en eigenlijk helemaal de podcast of de audioboek vergeet. Ja, ja. En dan op een gegeven moment zo, oh kut, wat ben ik nou? Ja, ja, nee, dat heb ik nooit. Oh. Oh, nee. Nou, ik heb altijd dat ik helemaal het andersom, dat ik denk, oh shit, ik had hier rechtsaf moeten, want dan zit ik naar het verhaal te luisteren. Vladimir heeft nog nooit bij Rob in de auto gezeten. Dat is, nee, dat is waar. Ik ben nooit snel afgeleid. Squirrel, wat is de tweede vraag, Vladimir? Game jij wel eens? Gezondheid. En wat is je tweede vraag?
Dat was Russisch. Ik ken die game jij wel eens? Vroeg de professioneel van Lasnitsk. Of ik wel eens game? Ja. Ja, heb je games wel gespeeld? Ja, ik doe. Ik heb een PlayStation. Doe ik Tomb Raider doe ik. En GTA als ik zin heb. En Fortnite. Maar Fortnite voel ik me altijd heel oud. Want ik kan wel lopen en schieten, maar niet dat hout bouwen en zo. Dat snap ik allemaal niet. Dus... Ja, ik heb er zelf nooit aan aangewaagd. Maar mijn vraag was of je Red Dead Redemption 2 al geprobeerd hebt. Nee, want ik heb dus nog Tomb Raider lopen. En ik ga ook niet 4 boeken tegelijk lezen, zeg maar. Dat kan ik niet. Nee, dat snap ik. Ja. Ik heb wel heel veel goede verhalen gehoord over Red Dead Redemption 2. Ja, absoluut. Je collega's Mark en Ramon hebben natuurlijk dat ook in een review gedaan op YouTube. Ook hartstikke leuk. Precies. Alleen aangezien ik ook een Harry Potter fan ben. En ik probeer ook altijd te volgen jouw programma. Dan heb je het weer over Harry Potter. Hartstikke leuk. Mm-hmm. En dan vroeg ik me natuurlijk af of je ook Red Dead Redemption 2 hebt geprobeerd. Nou, nog niet. Nee, mag ik me dan op jouw beurt, op mijn beurt vragen of jij de beelden hebt gezien van die uitgelekte Harry Potter game? Nee, heb ik nog niet gezien. Maat! Ik ben wel heel erg benieuwd naar. Maar ik ben zo erg in werk geweest en met Red Dead Redemption 2, dat ik eigenlijk een tweede leven ben geleiden in die game. Ja. Dat ik eigenlijk een beetje alle andere dingen naast me heb laten vallen. En je bent nou een cowboy. Ja, in principe wel ja. Russische cowboy. Hij ja. kan bij de bakkers, dat doet mij maar een halfje wit. Of een halve pannenkoek. Maar Vladimir, als je zo fan bent van Harry Potter, er is fucking 1,5 minuut aan footage uitgelekt. Ja? Waarin te zien is dat er een game komt, roleplaying game, in PlayStation waarschijnlijk, van fucking Harry Potter. Oh, dat is een fucking game, ja, man. Dat is zo hyped. En dan heb je ook nog over 2 weken, wat zeg ik over 2 weken? Over 7 dagen. Tweede deel van Fantastic Beasts. Ik zou willen zeggen, Harry Potter leeft! Daar zat ik op te wachten, ja. Heerlijk, man. Dat heb ik ook al zin in, ja. Heerlijk. Is dit veel nerd shit, jongens? Nee, dit is heel erg. Iedereen snapt dit. Oké, fijn. Ja, nerd. Dat is allemaal leuk gezegd. Maar dit is gewoon jeugdsentiment. En dit zal waarschijnlijk eigenlijk nooit uitsterven. En ik vind het gewoon fantastisch wat J.K. Rowling schrijft. J.K. Rowling? Plek. Precies. Ja. Van die horloges. Vladimir. Check out Rolex. Hey, het was hartstikke gezellig. Super gezellig. Niet meer afleiden. Verder nog vragen. Heel veel succes met je Harry Potter vervolg. En maak Tom Breder af. En begin alsjeblieft aan Red Dead Redemption 2. Geniaal. Dankjewel, Dips. Yo. Hallo. Tot ziens. Je is gamen. Je moet toch gewoon naar dingen toe? Ja, naar de bank. En dan pak ik dat ding. En dan ga ik. Nee, naar musea. Wie zeg jij? Naar musea. Ik wil jou meenemen naar films. Ja, films. Dat kan wel niet. Niet naar films. Dat is saai. Ga je weer over Disneyland beginnen nu? Nee. Okay. Nee, ik zou niet durven. Nou, je zou het wel durven, denk ik. Ja, dat zou ik wel durven. Ik heb de hele week gewerkt. Voor mij begint het pas, ben nu al kapot. Eerst had ik het niet gemerkt. Oh ja, Lisa, dan moet je even het licht uitzetten. Maar nu... Ja, dan ben jij. Rechts. Dan moet je even alles schuiven naar beneden. Lisa, ja. Die 6 nieuws van de beeld. Even alles schuiven naar beneden. Allemaal naar beneden. Ja, zeker. Het weekend achterna. Ook kan het maar altijd weekend zijn. Kan het maar altijd weekend zijn. Weekend is de mooiste tijd van het jaar. Het is net begonnen. Ai, een paling. Lekker. 3FM. Music starts here. Ellie Goulding, Diplo en Swae Lee. And I don't wanna be somebody without your body close to me. Meet en Cola Boy. En deze week is Vertigo van Thomas Azier. 3FM. Mega-hit. Thomas Azier en Partij voor de Vrijdag en Vertigo. Het is iets voor 8. Het 2-categorieën-spel. Met
met Rob van de Radio. In de studio een heel groot rad met allemaal categorieën erop. En daar binnenin zit nog een wiel met andere categorieën erop. En het ene wiel draait linksom, het andere wiel draait rechtsom. En zo krijg je altijd op een soort pimpampet-achtige manier twee categorieën eruit waar we het spel mee spelen. En dan hoor ik je vragen, wat is dan dat spel? Je moet een woordgrapje of een samentrekking of iets verzinnen met die twee categorieën. Schakelen over naar de andere kant van deze studio, ceremoniemeester Mark is daar. Ja. Die gaat draaien aan het rad. Zal ik draaien? Als je wil. Ja, oké, komt-ie! Zo. Zwiepje. Ja, ja. Wat is het geworden, Mark? Het is geworden dieren en alcoholische dranken. VCG Maarten is hier, die schudt ze meestal nog even zo uit zijn mouw. Een bakardier. Dieren? Nee, het moet wel een soort dier zijn. Oh, een soort dier. Ik heb een aperitief. Dit vind ik leuk. Ja, dank je. Ja. Een ginsect. Een ginsect, ja. Ja. Een Heinekenbeer. Een Heineken? Beer. Heinekenbeer, ja. Beer. Beer. Stuur maar een sms naar 3FM. Maar een appje, dat mag natuurlijk ook. En het is gratis. 3FM, altijd en overal checken. Download of update de nieuwe 3FM app. 3FM. Attention, blijven zitten tijdens die dit. We gaan achteruit. Ultieme kermisplaat hier, toch? Botswagen, knijter. Fisher en... I'm losing it. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. Twee categorieën spel uit het rad. Kwam vandaag dieren en alcoholische dranken. Er is ongelooflijk veel binnengekomen. Echt dank daarvoor voor al die inzendingen. En ceremoniemeester Mark, we hebben ze op een rij, toch? Ja, zeker weten. Dit zijn de eervolle vermeldingen. Dieren en alcoholische dranken. Guido die zegt Malibool. Als in stier. Wel goed. Dat gaan we niet allemaal uitleggen, toch? Nee, joh. Nee. Christian die stuurt Colabri. Ik bedenk me nu. Jij hebt ze erin gezet. Ik was even anders. Het is helemaal geen alcohol. Ook. Ik haal hem weg. Deze telt helemaal niet. Ik vond het heel grappig. Maar het is geen alcohol. Bacardi Colabri. Ja. Dan kan hij toch nog mee. Ja, toch? Ja. Colabri. Nee, dat is amper alcoholisch inderdaad. Dieren en alcoholische dranken. Wouter Flamingoldstrike. Zo, een hele sterke vogel is dat. Ja, zo. En dat allemaal op één been, hè? Zo. Want op twee benen kun je niet staan. Huh? Nee, wat? Nou ja. Als ik dronken ben, loop ik ook op één been, hoor. Ja, precies dat zeg ik. Ja. Lily, jonge jeneverzwijn. Dat is toch op één been, flamingo? Of is dat een ander beeld? Nee, flamingo is op één been. Zo roze, toch? Ferns, die zegt dieren en alcoholische dranken. Dan ben ik wel heel benieuwd. Champanda. Is gewoon goed. Top. Is gewoon goed. Paul, dieren en alcoholische dranken. Een whiskyviet. Whiskyviet. Hans, een Grolse kat. Goed, hoor. Handje de drukker, goed bezig, ja. Lekker. Vincent, die zegt... Wat lachen jullie nou? Ja, we lezen. Ik zie het voor me. Het staat hier al. Kijk, we hebben een soort lijstje gemaakt. Dus ik zie al wat je gaat zeggen. Het moet nu al lachen. Oké, komt-ie. Ben je er klaar voor? Ja. Ja. Poezo. Ja. Poezo. Weer lachen. Poezo? Ja. Dieren en alcoholische dranken. Katie. Witte zwijn. Oscar, die zegt nog... Boswandeling. Alle jongens en meisjes. Het is tijd voor een boswandeling. Paul. Dieren en alcoholische dranken. Je bever. Oh. En Renske nog. Die zegt. Jägerlijster. Maar Tom. Goedenavond. Hey, goedenavond. Jij bent de grappigste van vandaag. Dieren en alcoholische dranken. Passoa Constrictor. Je hebt het geschopt tot de galaton van 3FM. Daar zit Hans. Hans, zeggen. Hans, hallo met Hans. Daar zit de hand. Daar zit de hand van ceremoniemeester Mark in. Maar stop de Hans al, maar hij zit in die Tom. Hij zit in die Tom. Naast Jan Huigen. Ja. Nou jongens, kom op. Als jij stop zegt, Tom, dan komt er een prijs uit. Dan haalt Mark er dan met zijn hand uit. Prima.
Stop. Wat heeft Tom gewonnen, Mark? Tom heeft gewonnen een roze strikje voor in je haar. Ja, super. Leuk. Ja, ja. Wat ga je ermee doen, Tom? Ja, lekker in mijn haar plukken. Dus ik heb daar alvast een prettig weekend mee. Hij valt wel, heren. Hoi. Vrijdag, de week die is weer voorbij. Kan niet meer. Vrijdag, kwart over acht. En we zijn weer van de partij. Ja. Iedereen is buiten zin, het weekend dat gaat beginnen. Vrijdag is vrij. Rob van de radio met de vrijdagavondshow. En jij bent erbij. Kijk maar als het even kan, of je nog wat harder kan. Vrijdag is vrij. Geef je stem, bel met hem. Rob op 3FM. Ja, de lijnen staan voor je open. 0909-1336. En als je gratis teruggeweld wil worden, kom je in het Bel Me Wel register. Stuur een berichtje 3333 of app 4F van 3FM. Week. 0909-1336, Partij voor de Vrijdag, met Rob. Met Richard! Hey, hallo, met wie? Ik ben met Richard! Hey, Richard! Ik ben Richard! Ja. Voor al uw rassels en vragen! En sterke verhalen, dik ook! Je komt luid en duidelijk binnen, Richard. Ja, dankjewel! Ik moet heel even... Richard, heb je ja? Ik pak heel even een muziekje erbij wat meer iets bij jou past, denk ik. Ja, heb je even een seconde wat het is? Nou, zeg jongens, meisjes. 23 over 8, hier is Richard! Ja! Hallo Richard, voor vrienden! Hey, luisteraars, hij komt weer lekker door hoor. Wat een sound. Richard. Ja, ik ben van de auto. Ja. Oké, ja. Maar de allereerste. Ja. Het is een dier bestaat 75% uit wol. Geen idee. Wat denkt u? Het is een dier bestaat van 75% uit wol. Ja, maar wat is een dier bestaat van 75% uit wol? Geen idee. Kijk wat. Een? Nee, dan moet ik... Dat is een raadsel, hè? Ja, ik zeg maar, nee, ik weet het niet. Ja. Maar wat? Wat zegt hij? Schaap, zeg maar schaap. Oh, een schaap. Zeg ik nee, een wolf! Richard, je mag toch bij raadsels ook wel zeggen, ik weet het niet en dan komt de grap? Ja, maar dat is niet leuk. Oh, oké. Kijk, er nog één. Het is wit en als je het uit brand dondert, is de cv kapot. De tv, denk ik. Denk jij, ben ik goed of ben ik goed? Ja, nee, dat is heel goed. Ja, zeker. Wacht even, Richard. Ja? Hey, Richard, heb ik er voor jou ook nog eentje, Richard? Nee, doe dat niet. Een vlinder, hè? Een vlinder. Als die heel erg verliefd is, hè? Wat heeft hij in zijn buik dan? Ingewandeld, geen idee, maar. Nee, ook vlinders! Dat was de vraag of die ook vlinders in zijn buik heeft. En? En? Oh. En nog iets? Wat is de antwoord? Nee, vlinders! Nee, ook een vlinder, ja. Ook vlinders in zijn buik. Dit was geen raadsel zonder antwoord. Gaf ik het antwoord al? Ja. Oh. Nou, Richard! Dat vond ik Richard toch beter, gewoon zo lang. Laten we het grapjes even aan Richard overmaken. Richard moet vaker bellen. Maar een beetje doorleggen, hè? Richard, de laatste dan, hè? Zit onder de grond en het heeft nooit geregend daar niet. Staat er helemaal geen reet van. Hij zegt het zit onder de grond en het heeft nooit geen hoofdpijn meer. Een parasiet een mondje. Richard. Het is toch om te gieren. Richard, bedankt. Weet ik veel. Als hij volgende week maar weer belt, vind ik dat wel goed. Richard. Het is zuurstof, denk ik.
En Robbie, ja. En daar allemaal op de radio, jongen. Dag Richard. Dag Richard. Ja, hoi. Ben je volgende week weer? Altijd voor jou. Ik ben kapot. Ga naar huis. Wat een slechte raadsel zo allemaal. Maar niet te verstaan ook. Niet te doen. En nu kwaliteitsmuziek. De Trapper van de Week. We hebben ook nog allemaal ingezonden stukken binnengekregen. Zullen we dat straks even zo wel. Ja, want we hebben ook allemaal moppen ingezonden gekregen. Als je iets in te zenden hebt, stuur het dan in. Rob@3fm.nl kunnen allerlei dingen zijn. In dit geval hebben we een paar fragmenten binnengekregen. Maar daarover straks meer. Eerst mijn favoriete plaat van dit moment. Als je nu in de auto zit en je hebt vrije baan, pak die dan. En trap je gaspedaal lekker in. Luister dan naar de Trapper van de Week. Dat is mijn favoriete plaat van dit moment. Waarop je lekker door kan trappen op de fiets. Maar het is eigenlijk best wel koud. Misschien ben je wel met de auto. Of toch met de fiets. En dan zit je op de fiets. En dan is het ook goed. Was het dat duidelijk, denk je of niet? Als je op de fiets bent, dan ben je ook op de fiets. Ja, toch? Dat nee, is. Dat is. Nou, moet ik nog uitleggen wat het is? Ja, het is een vette plaat. En alle trappers van de week. Oh, dat is een moment. Shit, we hadden hier een moment van moeten maken. Ja, sorry. Doe pauken en zo. Jongen. Ja, alles groots. Bij deze. Kan ik melden? Het is dat ik al ontslagen ben, maar anders had ik je echt een puntje van gemaakt, hoor. Bij deze kan ik melden dat op veler verzoek officieel beschikbaar is de Trapper van de Week Spotify-lijst! Je vindt hem op Spotify en heet... De Trapper van de Week! Vind je al mijn Trappers van de Week van de afgelopen 17 jaar dat ik nu op de radio zit. Dus dat zijn er nogal wat. Sommige dingen zijn ook echt 19 weken Trapper van de Week geweest. Maar goed, dat kan. Dan is het gewoon een hele grote knijter geweest. Het is allemaal beschikbaar via de kanalen van 3FM op Spotify. In dit geval is het een plaat uit Rusland. Dit gaat helemaal los op internet. Mensen doen het dansje na. Als je dit nog niet kent, dat kan. Maar dan hoor je wel bij de niet 45 miljoen mensen die het al wel hebben gezien op YouTube. Er zit een dansje bij, het is verschrikkelijk. Het is een mix van de Macarena, Gangnam Style en een hernia. Toch? Ja. Ja. Kan niet anders zeggen. Skippy D, Little Big. De Trapper van de Week. Nou, als je goed luistert kun je de hernia horen. Ja. Als je meedanst dan voel je hem vanzelf. Trap die gaspedalen lekker in. Dit is Partij voor de Vrijdag op 3FM. Iets voor half 9. Skippy D, Little Big. Skippy D, wapapa. Skippy D, wapapapa. Skippy D, wapapapapapapa. Skippy D, papa. 3FM. Van Little Big. En ik heb er nog even ingezonden stukken. En daar staat ook iemand binnen die zegt... Robert Huls, die mailt, rob@3fm.nl... of ik de making-of al had gezien van Skippy D, die clip. Ja, die heb ik gezien en ik raad iedereen dat aan. Dus 19 minuut 11, fantastisch, want die gasten doen dus alles zelf. Die zitten zelf die muppet te besturen die in die clip zit... en die zitten zelf het licht doen en zo. Check het als je dat vet vindt op een YouTube bij jou in de buurt. Verder hebben we nog iets binnengekregen. Ik snapte niet helemaal wat het was. En dat zeggen mensen die het niet gelezen hebben. Dus ik heb het eigenlijk niet gelezen. Wat stuurde Niels nou in, Mark? Ja, ik ben hier gisteren echt de hele dag druk mee geweest. Want Niels die stuurde dat berichtje. En ik opende het. En het ging echt een wereld voor mij open die ik nog niet kende. Mm-hmm. Het zijn allemaal... Dus we zijn op YouTube. Allemaal liedjes. Maar die zijn dan verbouwd. Er zit een twist aan. En oh, ja, dat heb je wel eens gewoon... hoe zeg je dat? Parodieën en zo. Ja, nee. Maar gewoon, het zijn de liedjes... Maar daar is dan iets mee gedaan. Ja, ik wil ook nog niet te veel verklappen of zo. Nee. Kunnen wel stukjes laten horen even. Ja, dat is goed. Ja, wat hebben we bijvoorbeeld dan? Maar ik snap het niet. Ja, je kunt niet uitleggen. Nee, je moet het gewoon even horen. Je hebt Owl City. Ja, Fireflies. 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 Na, 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 na. En daar hebben ze dan iets mee gedaan. Dit is nog gewoon normaal. Dit ken ik. Ja. You would not believe your eyes. You would not believe your eyes. You would not believe your eyes. Dit is fantastisch, toch? Het gaat wat lang. Het is dus alleen dit. Nee! Maar hoe is dat gedaan? Want het is precies... Ja, ze hebben het nagemaakt. Want je hoort wel dat het niet het originele... Ja. Maar je moet dan de stem los hebben, ergens. Je hoort dat dit... Dat dit ook zelf gemaakt is. You would not believe. Dit is het origineel. You would not believe your eyes. Dat is tof. Maar... Ja, of ze hebben
hebben het zeg maar... Je moet één dingetje pitchen, maar dan gaat de muziek ook mee. En dat gebeurt niet. Superknap. Nee, of iemand heeft het precies goed nagedaan of zo. Er is meer. Ja, er is meer. Nog meer. Nee, ja. Toto, Afrika, maar dan in alfabetische volgorde. Alle woorden. In alfabetische volgorde? Het liedje in alfabetische volgorde. Afrika natuurlijk, ja. Ja, dat zit er vaker in. En Niels stuurt het allemaal in via robert3fm.nl. Ja, fantastisch. Oké. Ja, maar dan spoel ik even door. De B. Ja, B. Call. Conversation. Maar hoe vind je dit, Mark? Ja, waar, welke krochten van het internet ben je afgewezen? Mooi is, Niels stuurt dit door. Ik heb het niet eens over vinden. Nog eentje doen? Ja. Aha, take on me. Ja. Er mist een maat tussen elke maat. Nee. Vooral het refrein. Rob@3fm.nl, kom maar door deze kant op. Mensen zeggen ook, ik kan de Trapper van de Week Spotify-lijst niet vinden. Ja, nee, ja, Spotify, dat duurt even voordat je hem echt kan zoeken op Trapper van de Week. Maar als je nu naar het 3FM-account gaat, Spotify. Of Spotify, ja. En dan staan er openbare afspeellijsten, daar staat hij tussen. Oké, fantastisch. Nou, dit is 3FM, we gaan zo meteen naar... Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Als je dat wil weten, dan vraag je toch gewoon. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Hallo? Hallo, ja, met de José van de Tapas Paris van de Peperbus. Hey, José, wacht even. In Hilversum is een tapasbar, dat heet de Spaanse Peperbus. En José die werkt daar. Met de José en de Robby. En jij belt mij alleen maar als er geen files staan. Rob, heb jij een computer? Ja. Is er files? Eens even kijken, ik heb meestal zo'n lampje van iemand van de AWB. Daar is niet. Ik zal even luisteren onder de schuif. Nee, nee, daar is niemand. Daar is geen files. Robby, daarom, ik heb gebeld. Maar hoe lang ga je dat nog volhouden dan? Want ik kan op zich ook zelf wel zien dat, dat er niemand belt. Maar ik ga niet de hele tijd het liedje draaien, hoor. Maar is er geen files? Nee. Ik snap het, maar om dan nou iedere keer... Liedje van José. Van José heb een liedje voor de geen files. Ja, maar wat is daar praktisch nut van? Daar zit toch niemand op te wachten, José? Maar het is feest, want het is geen files. Ja. Is een weekend. Prettig weekend, geen files. Ja, ceremoniemeester Mark. Ceremoniemeester Mark. Wat moeten we hier nou? Ceremoniemeester Mark, ja. Ook geen files. Ja. Nou, er is eindelijk een keer iemand blij met mij. Dat vind ik ook wel leuk. Ik ben ook heel blij met jou. Oh, dan is het goed. Okay. Dan, Soms. Kunnen nee, ga door. Kunnen de helft van het liedje doen? Is dat dan een goede tussenoplossing? Even de helft van het liedje, José. Nee, is geen files. Anders helft files, helft liedje. Maar er is geen files, dus hele liedje. Het zit wel gekkenhuis in het programma. Ik kan toch gewoon een radioprogramma maken? Rob, luister eens met een gasté van die Spaanse tapasbar, ja? Ja, Spaanse peperbus. Ja, kom gezellig bij mij eten anders. Oh, dat is wel leuk. Nou, ik ben pas ziek geweest. Laat maar. Maar wel eerst een liedje. Wat zeg je nou? Eerst een liedje, ja. Dan de eten. Oh, je maakt het zo. Ja, het weet je. Voor wat doet wat. Voor wat doet wat. Ja. Hoe noemen ze chantage in het Spaans? José, denk ik. Is er geen files? Ja, daar gaan we. Geen files, gefeliciteerd. Er staat helemaal geen file. Niemand zit je op de hielen. Rij maar lekker met je wielen. Snel naar huis voor die tortilla. Voor de pielen, want het is al lekker hoor. Je kunt nu snel weg naar je vrienden. Het is tijd om nu te gaan. Maar onthoud na iedere keer, ja, dat je de wagen wel aan staan. Maandag heb ik weekend, José, daar kom ik. Gefeliciteerd met de geen files erop en tot de maandag. Dag, ben je dan open? Zeker wel, voor jou altijd. Ah, lekker. Een hit omdat er een saxofoon in zit. En het is toch Kenny Dulfer ook, echt, hè? Het klinkt wel een beetje als het intro van Goede Tijden, maar... Ik vind het wel vet. Winnen.
Rotterdam City Lights, RCL, nieuw op 3FM. Nou, en over lachen gesproken. Ik ben weer de telefoon ingeklommen. Ik krijg veel reacties van mensen die zeggen, nou, het is wel heel flauw, dat item, met dat je dan mensen belt. En het dan ja, flauwe grapjes maken over mensen. Is leuk. Ja? Is leuk. Ik zat even, ik ben misschien te veel invloedbaar daarop. Maar jij doet een beetje Trump. Ik hoor van mensen. People say. Ja, people say. I'm really great with women. Yes. Maar... Nee, dat is een heel lang verhaal. Maar er is waarschijnlijk één iemand, of niet? Nou, misschien ben ik daar te gevoelig voor. Was het familie? En zo vaak belt mijn moeder ook niet. Goedemiddag, Bakkerij van Heijden, dus Famous Saskia. Goedemiddag, met Stekelenburg. Hallo. Dag, hallo. Ik heb misschien een gekke vraag, maar ik heb vorige week bij u dat gehoorapparaat weer laten maken. Maar hij doet het maar half hoor, hij valt de hele tijd weg. Nou, u belt naar een bakkerij, dus ik denk niet dat het hier gemaakt is. Wat zegt u? U belt naar een bakkerij. Naar een? Naar de bakker. Ja, dat is dus vervelend. Ik hoorde dus maar half. Dus ik kan niet... heel in de verte hoor ik af en toe iets. Wij zijn een bakkerij. U bent een? Bakker. Nee, op dinsdag heb ik dat gekocht. Mevrouw? Wij werken bij de bakker, niet bij de gehoorapparaat. Ja, gehoorapparaat, klopt. En het type A59. Maar wij zijn een bakker. Een? Bakker. Een? Bakker. Sorry? Bakker. Ja, meneer Bakker, die heb ik gesproken, dat klopt. Maar toen zei hij dat het geregeld was, maar nu valt hij dus... ja, gisteren heb ik hem dus weer ingedaan. En nu, ja, dit is gewoon heel vervelend als het dus de hele tijd wegvalt. Omdat ik hoor het, dan ga ik ook harder praten. Maar wij zijn geen winkel. Oh, ja, nu hoor ik u weer. Wij zijn geen winkel. Wij zijn een bakker. U bent geen winkel? Nee. Maar vorige week woensdag nog wel. Maar u belt naar een bakker. Naar een? Bakkerij. Nee, niet op vrijdag, op dinsdag. Maar dat maakt toch niet uit wanneer ik het heb gekocht? Wij zijn een bakkerij, geen winkel. U belt verkeerd nummer. Hè? Verkeerd nummer. Ik versta er helemaal... Wacht, heeft u één seconde? Ja hoor. Wacht, even nog even in. Hallo? Hallo? Ja, nu hoor ik u weer. Dat is dus het probleem. Dan doet hij het wel, dan weer niet. Ik kan daar geen pijl op trekken natuurlijk. Nee, maar ik ben een bakkerij. Hè? Ik ben een bakkerij. Een? Bakker. Hè? Bakker. Supermarkt. Supermarkt? Ja. Daar koop je toch niet in de supermarkt? Mevrouw? U belt naar een supermarkt. Ja, ik bel, dat klopt. Omdat hij dus niet doet. Maar u belt verkeerd. Nee, ik heb u toch aan de lijn? Ja, maar niet de goede. Niet de? Niet de goede nummer. Het goede wat? Nummer. En ik maar hoor ik soms... Ben geen soms winkel. Hoor ik ook heel bakker. Erg mezelf in één keer terug, galmend. Door me nu. Ja, maar u belt verkeerd. Hè? U belt verkeerd nummer. Ja, geparkeerd, maar dat maakt toch niet uit? Als ik op de fiets was, dan was het toch nog steeds kapot gegaan? Verkeerd nummer. Ik heb het gevoel dat we in een rondje praten. Ja, maar ik... Hoort u mij wel? Ja, maar u belt verkeerd. Wat is dat geluid? Het piept u ook. Hallo? Kan ik nog een brood bestellen? Oh, te laat. En hier had ik al de hele dag zin in. Ja, in dat bellen natuurlijk ook. Maar in dit oudje, op die vrijdagavond van 3FM, The Doors. And light my fire. You know that it would be untrue. The Doors. And light my fire. Oh. Nou, die LP die kan weer de kast in.
Zo. Hehe. Wat gaan we doen, Mark? We moeten even met iemand bellen. Want daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Oh, stukje luisteren eerst? Ja, laten we dat doen. Dit gebeurde er vorige week toen Martine inbelde. Heb je een hele grote huiskamer? Ja. Zo. Moet ik hier een beetje gordijn ophangen? Ik heb gordijnen. Nou, even mannen onder elkaar. Martine. Ja. Ik ben geen man. Nee, dat was een grapje. Waar wil je het over hebben? Nou, ik heb dinsdag een darmonderzoek. Oh. Dat is... Wat heb je? Dat ik niet. Dit is gewoon een hele grote sfeeromslag. 3FM. Martine, goedenavond. Goedenavond, ben Martine. Oh man, wat hebben mensen gereageerd ook op ons fragment op internet, op Facebook, Rob van de Radio. Mensen hebben het gezien vandaag en gisteren. Echt waar? Je moest nog goed hebben van iedereen. Oké. Okay. En de mensen zeiden ook, je moet haar echt even terugbellen. Hoe okay. Het is gegaan met het onderzoek? Ja, dat ging wel goed. Oké, okay, je gaat niet dood? Nee, ik ga niet dood, nee. Oké, okay, dat is fijn. Oké, okay, maar goed, dus we zijn er nog, verder zijn de doktoren gaan er nog iets mee doen, maar het is verder niet. Het is niet levensbedreigend, zullen we het zo zeggen? Het is niet levensbedreigend, maar wel heel erg ongemakkelijk. Oké, okay, oké. Okay. Maar ze kunnen veel tegenwoordig, hè? Ja, maar verder wil ik daar niet zoveel over uitweiden. Nee, dat is ook geen probleem. Hé, zo, maar hoe is het nu met je huis? Mijn huis? Ja. Nou, die staat nog. Want je staat nu buiten, volgens mij. Nee, ik ben binnen. Heb je gordijnen? Ja. Wat goed. Die had ik al, hoor. Oh, maar vorige week klonk het zo hol allemaal. Oh, nou. Sta je op een ander plekje in je huis? Is het net een ander... sta je dicht bij de muur? Nee. Waar sta je dan? Ik zit gewoon op de bank. Dat meen je niet. Oh, dat is het. Ja, moet je even gaan staan. Ja, sta eens iets op. Waarom moet ik opstaan? Ja, sta je nu? Nee. Oh, toch klinkt het anders. Toch klinkt het anders, Martine. Ja. Oké. Okay. Ja, maar heb je niks veranderd? Nee. Jawel, nou, ze is een beetje verschoven. Ja, nee, een beetje, dat ja, kan niet sowieso. Anders. Heb je de plant verzet? Nee, ik heb troep weggegooid. Hè? Heb je weggegooid? Troep weggegooid. Ja, precies. Dan moet je de troep weer even uit de prullenbak halen. Ja, nou. Te veel troep weggegooid. Nou, we wachten met z'n allen af op jouw woorden die ons ja, toch wel iets dichter bij het nieuws gaan brengen. Want zonder jou wordt het eigenlijk geen 9 uur. Martine, okay. Uit! Waar kom je weer vandaan? Bennebroek. Bennebroek! Veel plezier en een fijn weekend. Ja? En? Nee. Veel plezier het volgende ja, uur. Ja! Dankjewel! 3FM, altijd en overal checken. Download of update de nieuwe 3FM-app. 3FM. Dag Martine. Dag. In actie komen voor 3FM Serious Request was nog nooit zo leuk. Dit jaar lopen we namelijk van actie naar actie. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Organiseer bijvoorbeeld een vintage sale, een feest in jouw voetbalkantine of een quiz op je school. Kom ook in actie. Check de routes waar we langskomen op de site en meld je actie aan. Ga naar 3fm.nl/serious request. Er komt een audio-appje binnen waarvan ik niet weet wat het is, Mark. Het is 36 seconden. Zullen we het doen of moeten we het bewaren tot straks? Ja, ik kan niet mensen tegen misschien wachten. Beetje, mensen misschien een beetje behoefte hebben aan de muziek. Nee, joh, dan doe maar nu. Hey, Rob. Hey. Moet je even luisteren. Hier met Willy Brood. Oude van Epsreuten. Moet je even luisteren. Dat doe je niet weer. Die bakkerij een beetje pesten. Dat is niet normaal, hè. Moet je even luisteren, doe niet weer, anders komen we even naar de studio met de hele cameraploeg. Hè? Ja, geintje natuurlijk, ja, hè. Ik snap het. Rob, moet je luisteren. Gisteren 3 uur lang seks gehad. We speelden doktertje. Hè? Lekker hoor, hè. Ik heb 2 uur en 55 minuten in de wachtkamer gezeten. Hè? 5 minuten nog op lampen tampen. Oude smeer onder. Dat is goed gedaan. Ja, dat is wel goed gedaan.
Nog drie kwartier, dan is hij weer verdwenen. Hij zet de boel hier op zijn kop. En pas om klokslag 10 houdt hij het voor gezien. Wat is het toch een gekke gast, een leuke, maar een rare kwast. Hij haalt weer alles uit de kast. Robbie! George Ezra. En een klein trompetje. Kwart over 9 op vrijdagavond hebben de lampengasten een remix voor je klaarstaan waar je U-O-A-I-N-E tegen zegt. Jordi, Gert-Jan, ze komen uit Veldhoven en zij zijn samen de lampengasten. Vandaag in de vrijdag faceblender Hardwell en Cashmere Power. Too Limited, get ready for this. In de lampengasten reboot dan, hè. Gregor Salto, Paravoque. Votje? Paravoche? Pieter, je hebt toch geen idee, hè? Geen idee. Iets van Gregor Salto. En andere gasten nog met andere nummers. Zitten er allemaal in? Oh, Gregor Salto, je bedoelt Paravoche. Parafossé. Dat vraag ik net. Parafossé. Is dat die? Ja, natuurlijk. Oh, dan is het Parafossé. Parafossé. Ja. Ja, maar jij kent natuurlijk feestjes, maar ik ook. Ik ken het alleen maar als ik 17 dingen in mijn mic heb gedaan. Parafossé. Stokjes Broccoli, hè? Je moeder luistert. Ja, dan zit er dan... Olé wordt het dan al gauw. Ja. Olé. Ja. Ik ken het echt al. Ik ken het meer als een soort vaagheid. De Parafossé heeft wel lekker de plaat. Benieuwd wat ze ermee gedaan hebben. Nou, ze zitten, hebben hem in de feestblender gestopt. De vrijdag. I fill you up with bones that can never break. Take you to a dark shade of gray. Oh, lekker zeg. Hardwell en Cashmere Power 2 Limited. Get ready for this. Gregor Salto, Paravoque. En de 740 Boys en Shimmy Shake hoor je in de lampengasten remix. De vrijdag feestblender. En dan nu. Als je dit op YouTube terugkijkt op maandag, leuk dat je nog kijkt en typ je onder even een woord wat hij nu gaat zeggen. Pizza. Pizza. Mag je zelf kiezen welke pizza. De leukste pizza wint. Nou ja. Hallo jongens. Hoi. Jullie zijn een nieuw team voor Partij voor de Vrijdag. Schöne Boelen met stoelen. Ja, we hebben het gehoord, ja. De partij heeft 3 zetels. Nou, hier staan ze. Mooie leren voor thuis. Ook voor mensen die nu, is ook leuk voor thuis trouwens. Als je in de auto zit. Bot. Jullie gaan gooien met die stoelen. En als je de minste afstand hebt tot het kleine gouden stoeltje dat ik gooi, dan komt de Partij voor de Vrijdag partijbijeenkomst misschien wel naar jullie dorp. En dat is in dit geval? Achterveld. Achterveld. En voor mensen die daar nog nooit zijn geweest, waar ligt dat? Vlak bij Amersfoort. En voor de mensen die daar nog nooit zijn geweest, waar ligt dat? Nee, Amersfoort. Oké, ja. Vlak bij Stoutenburg. Ja, onder de rook van Stoutenburg. Nou, dan weet je het wel. Hey, Achterveld, wat even promo praatje. Waarom is het daar zo mooi? Waarom? Trouwens, je bent de 10 keer toch, Marco? Bij deze. Bij deze, ja. Ja, ja. Het kan snel gaan. Ja. Eerst, wie heb je, laten we zo meteen over het dorp. Wie heb je meegenomen eerst? Tom van Laar. Goedenavond. En ze noemen hem ook wel eens DJ Pata Pata. Ja. Hi. Patrick, yes. Waarom noemen ze jou DJ Pata Pata? Ja, nou niet omdat ik een makelaar ben. Ja. Goedenavond. Ja. Achterveld, waarom is het zo mooi? Het ligt heel landelijk. Veel koeien. Wat veel mensen natuurlijk schitterend vinden. Koeien in de wei. Ja, ja, ja. En ja, ik denk dat dat eigenlijk wel is. Meer is er eigenlijk niet. Precies. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben eigenlijk zo'n computernerd. Oh, wat goed. Ik ook. Ja, ja. Kunnen we daar nog even een praatje maken. En jij? Ik ben monteur van alarmsystemen. Oh, wat goed. Ja. Daar heb ik dus ook nog goed. En Tom? Ik ben ZZP'er. En wat ZZP'er zoal? Auto's. Jij ZZP't auto's? Auto's en motors. Auto's en motors. Dus jij weet wel een beetje van aanpakken. Ja, natuurlijk. Anders kom ik hier niet, hè? Nee, precies. Je moet een heel eind gooien. Jullie hebben opgegeven via 3fm.nl. Via robert3fm.nl moet ik zeggen. Wat is jullie tactiek? Wat is onze tactiek? Ja, zo ver mogelijk gooien. Dat is onze tactiek. Nou, dat gaan we zo meteen zien. En dat gaan we onderhands doen. Dat meen je niet. Ja. Je ja. hebt op YouTube gezien, andere mensen deden het allemaal bovenhands. Ja, een stelletje. Ja. Wat zeg je? Daarom maken wij het verschil. Ah, ja. Nou, dat gaan we zo meteen horen en zien als je kijkt op NPO 3 Extra in een nieuwe editie van...
Sjadehoele Mansoele draait het allemaal om dit kleine gouden stoeltje wat ik in mijn hand heb. Dat is van hout. En als je van goud houdt, dan gooi ik hem in het midden. En jullie hebben de 3 zetels van de partij, Bas. Beet? Ja, dat klopt, ja. En Marco, jij bent Team Ketem. Jij gaat zo meteen gooien. Je hebt net gezegd, we gaan het onderhands doen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij het gouden stoeltje in het midden te komen. Want dan sta je bovenaan het klassement. En degene, het dorp of plaats, die uiteindelijk de minste aantal centimeters heeft in totaal van de 3 stoelen tot het kleine gouden stoeltje. Daar houdt Partij voor de Vrijdag zijn allereerste openbare partijbijeenkomst. Nou, geweldig. Dus we komen misschien naar jullie. We hebben DJ Maart al uitgenodigd, dus... Ja, ik ken Achterveld een beetje. Dus nou, dan verbaast me niks. Dan wordt 1 grote tyfuszooi. Nou, Achterveld zijn we er klaar voor. Ja. Dan ga ik even dat gouden stoeltje gooien dat al 1 tussenbalkje kwijt is. En dit is pas aflevering 3. Dus daar kun je nagaan. Daar gaat het gouden stoeltje in Jeu de Boulogne. Zullen even kijken. 1, 2... Hop! Die ligt... Nou, en daar is toch, als ik zo even met mijn voeten... 1, 2, 3, 4, een meter of 5, Marco. Ja, dat is te doen, hè. Dus je moet ook weer niet te hard gooien, want dan gooi je er voorbij. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Jij gaat als eerst? Nee, ik ben teamcaptain. Dus ik ga als laatst. Oh, de kapitein gaat als laatst. Ja, ja. Patrick, jij gaat als eerst gooien voor Achterveld. Ja, het moet maar, hè. Je ziet hem liggen. Patrick, kijk naar het stoeltje. Wat gaat er door je heen? Ja, ik weet niet of de onderhands techniek of dat hem gaat binnenslepen. Maar nou, ja. we gaan het meemaken. Nou, ga je gang. Patrick, die pakt de stoel. Hij neemt een aanloop. Hij heeft hem achter de achterleuning vast. Hij gooit de pakken op en neer. Hij de stoel vliegt door de lucht. En daar ligt het tegenaan! Patrick! Oh ja. Alvast 0 centimeter. 0 punten die ik op kan schrijven. Dat is goed. Dit is fantastisch. Ja, ja, het raakt je ook, zie ik. Ik spat uit elkaar van het enthousiasme. Ja. Fantastisch. Jij gaat dan Tom of niet? Ja, zeker. Oké, Tom die pakt hem anders beter. Die pakt hem aan de onderkant. Die heeft hem ondersteboven. Die ziet het gouden stoeltje. Hij gooit hem aan. Stoel vliegt. Oh, dan pikt een poot af. Die is helemaal kapot. En die ligt toch een eindje van die andere blauwe stoel aan die tegen het gouden stoeltje aan ligt. Een goede worp. Ja, niet verkeerd. En een poot eraf. Dat is altijd goed. Dat is niet verkeerd. Nee, het valt wel mee. Nee, we hebben de hele week om het weer te repareren. Nou, Marco, nu moet je toch je leveren. Want jij bent natuurlijk nu de derde. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik denk dat ik hem erop moet gooien, hè? Ja, er bovenop eigenlijk. Ja, ja. Alweer er bovenop. Dus, Hele weekend er al bovenop. Hè? Nou, 5 meter afstand. 2 stoelen liggen toch echt dicht bij dat kleine gouden stoeltje. Teamcaptain Marco, die wijst de cameraman opzij. Die ziet hem gaan. Die denkt, wat moet ik doen? Ik ga het gooien. De stoel vliegt door de lucht. Oh, die ligt ook tegen dat stoeltje aan. Tegen het gouden stoeltje aan. Met zijn leuning. Ik zie het hier. Het ligt daar bovenop. Dus het enige wat ik nog hoef te meten... is de afstand van de tweede stoel tot het gouden stoeltje. En dat is deze poot. Tot het stoeltje. Mag ik een roffel? Rood 8, Mark. Dank u. Die kan opschrijven voor Team Achterveld 34 punten. En daarmee staan jullie bovenaan het klassement. Door jullie heen, Patrick. Ja, dit is fantastisch. Echt een mijlpaal in mijn leven, dit. Dat is mooi. Ik heb zoveel stoelen gegooid, maar dit is gewoon mooi. Kom erbij, jongens, want ja, jullie vallen elkaar huilend in de armen. Ja, praktisch binnen. Ja, de rest kan in huis blijven. Wanneer komen jullie langs? Nou ja, als we aan het eind zijn van het klassement, dat is nog even onbepaald. Maar jullie maken echt met 34 punten een mooie kans op de partijbijeenkomst van de Partij voor de Vrijdag. En jullie Achterveld. Nou, super. Wat waren we goed, hè? Ja. Volgende week weer een nieuwe. Cut my life into pieces. This is my last resort. En Patrick, Marco en Tom uit Achterveld. Ik heb nog even het klassement opgezocht. Want mensen appten, ja, maar hoezo hebben ze het goed gedaan dan? Derde in het klassement is Mil met 795 punten. Wil ook zeggen dat zij sowieso 8 meter verder, 8 meter ver stonden. Wij stonden maar 5. Maar ja, dat is maar net hoe ver ik het middelste stoeltje gooi. Veldhoven op 225 punten. En jullie dus officieel 34 punten. Maarten, wat heb je gedaan? Ik heb
voor die jongens, kun je ze ook horen. Dus ik doe even de microfoon, de geluidsman ben ik vandaag. Wil je dan wel op je knieën zitten en dan zo net als bij Paul de Leeuw zo van onder doen? Oh ja. Zo'n hengel. Ja, dat is toch. Net als van Paul de Leeuw bij onder. Ik vind het nou een smerige show worden. Ja, bij Paul de Leeuw hebben ze toch zo'n man met zo'n hengel en een microfoon. Ja! Zo. Oh, dit is toch. Maar Rob, heb je ook gehoord dat Patrick een berichtje had gekregen van zijn moeder? Patrick, heb je een bericht gekregen van je moeder? Ja, mijn moeder was heel trots. Ze zei 34 centimeter, gefeliciteerd. Weekend in wil gaan, dan heb ik een keuze aan je. Dat is het sfeerverhogend referendum om als laatste plaats zometeen te draaien. Wordt dat Living on a Prayer? Bon Jovi, dan stuur je A naar 3333 of de app van 3FM. Of wordt het Django Wagner? Maar op 3333 of de F van 3FM. Dan mag, bepaal jij wat het gaat worden. Want het is Partij voor de Vrijdag. Een prettig weekend voor iedereen. Demografie. Martin Garrix en Troye Sivan. En There For You. Dit was het programma. Tot volgende week. Nee. Was het maar zo'n feest. Nee, we zijn er nog lang niet. Ik heb geen zin meer. Nou, kom op. Nee, dat is niet waar. Heb je nog wat leuks te doen vanavond erop? Oh ja, mensen zeggen allemaal tot vannacht. Dit is echt de eerste keer, en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar in, nou, al carnaval. Ja. Maar verder echt in 3 jaar. Ik doe de nachtshow vannacht niet. Wat? Ja. Maar Joeri is er, is Joeri ook is leuk. Er, dat is hartstikke leuk. Ik zoek een harp. Waar is die daar? Ik had een plan. Ik wilde dit allemaal verbloeming voor iets, omdat ik iets wilde doen, maar het lukte niet. Of weer in het systeem. Maar je bent er dus niet. Wacht even. Want je hebt wat leuks. Nee, ik ben er niet. Praat door. Oké. Okay. Hey, en wat ga je dan doen vanavond? Ga je bier drinken? Want ik weet al wie we aan de lijn hebben. Ik moet een grapje voorbereiden. Nee, dus ga vooral door. Maar ga je ik ga een klein biertje drinken. Ja, maar niet te veel. Want ik moet morgen natuurlijk weer het lunch doen. Het is 12:00. Radio op een broodje. Alsof je dat ooit nuchter gedaan hebt. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben de Bob. Dat meen je niet. Ja. Krijg je betaald ook vanavond? Hebben jullie wat leuks gezegd de laatste tijd? Want ik had net even iets anders aan. Nee, ik hoorde de Tour de France toeter zachtjes door je koptelefoon. Oh, wat goed. Nee, dat is niet goed. Oké. Hey, maar jij bent de Bob, Mark. Ik heb Bob. Het klaarstaan. Nou, okay. Nou, dit wordt hilarisch. Nou, ik ben benieuwd of er nog geïnterpreteerd wordt. En dan het verkeerde drukken. Yes! 2,5 uur bezig en dan het verkeerde knopje. Oh, ik ga naar huis, hoor. Oh, nee. Oh, geef me nou even. Oh, is dit? Nou, oké. Mark, ga jij aan Bob vanavond... Ja, maar ik ga wel gewoon zuipen. Oh, dus als er een agent alles is, nee, drinken. Nee. Alles op. Ja. Wat nou, voor, als er nou maar niet ingebeld wordt. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Wie zal het wezen? Bel Joris, bel Martijn, bel Rob. Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie hangt er aan de interruptietelefoon? Hallo, Partij voor de Vrijdag met Rob. Ja, met Jerry. Hey Jerry. Hallo. Hoe gaat het? Ja, nog wel goed. Heb je een prettig weekend? Ik heb nog geen prettig weekend, nee. En waarom nog wel goed? Nou, omdat ik hoop dat jij zo meteen A gaat draaien en niet B. A was Living on a Prayer, Bon Jovi. En B was Django Wagner Kali. Wat heb je dan tegen Django Wagner, Jerry? Nou ja, als ik sterren.nl wilde horen, had ik naar sterren.nl geluisterd. Dat is waar. Of naar Radio 5. En station. Ja. Sorry. Of Radio NL. Maar... Sorry. Nee. Zo is het niet aardig. Hans Schippers, als je luistert. Ja. I love you. Echt. Avrotros held. Jerry, wat doe je voor werk? Ik ben entertainer. Oh, wat goed. En in welke vorm dan allemaal? Voornamelijk kinderentertainer. Dus ik ben clown, piraat enzovoorts. Scouting. Wacht, de politie van meneer Leeuw belt. Nee, geen scouting. Nee, hij was ook clown. Hallo. Met KLPD. Nee, Jerry. Ja? Ben je clown? Druk eens op je neus. Nee, want ik ben nu niet clown. Daarom is de clown. Nee, je verwacht het niet. Jerry, wil je even van je neus afblijven? Flauw weer. Flauw weer. Flauw. Jerry. Jerry vindt het ook helemaal niet leuk. Nee, maar echt niet. Nou. Nee. Jerry. Jongens, dit Jerry ken echt niet. Nee. Jezus. Tom.
Tom, zeg je even tegen Jerry dat hij, even normaal moet doen. Nou. Wat zei hij? Doe normaal. Tom en Jerry, snap je? Oh! Ja. Jerry, prettig weekend. Ja, prettig weekend. Nou, even van die neus. Blijf nou even van die neus af. Jerry, dit is niet altijd een grapje, hè? Nee, grapje man. Hey, prettig weekend. Prettig weekend. En ik spreek je misschien volgende week? Wellicht. Oké. Okay. Zorg dat je vlak voordat Bon Jovi gaat zingen nog één keer op je neus drukt, alsjeblieft. Voor mij. Nou, vooruit dan. Oké, top. Spreek je volgende week. Deze heeft met overdadig gewonnen. Bijna 100% van de stemmen voor het sfeerverhogend referendum. Bon Jovi, Living on a Prayer. Zometeen Sky is the Limit met Luc hier. Ik spreek je morgen om 12 uur 's middags. Feestje Maarten, bedankt voor je komst. Ja, dankjewel. Hoi, tot volgende week. Welkom bij Voicemail. U heeft één nieuw gesproken bericht. Gaat hij aan? Beste meneertje van de radio. Ik weet dat u op dit moment een programma aan het doen bent. Maar ik luister niet naar dit zwaar overgesubsidieerd programma van de Nederlandse publieke omroep. Doe toch eens... normaal. Ik vroeg me alleen even af of u mij misschien in contact kan brengen met die ene José. Hè? Die vriendelijke Spaanse vriend. Want ik heb toch nog wel even een paar vragen voor hem. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ik hou nog een paar stiltes tussen de woorden. Want ik zit op... de home trainer. Ik wens u een prettig weekend.